De context van deze vraag is het vrije wildebat. En in het kader van het vrije wildebat is het denk ik heel belangrijk om goed te onderscheiden tussen oorzaken en redenen. En de reden voor dat onderscheid is dat we, als we het gedrag van iemand willen verklaren, zowel naar de oorzaken daarvan kunnen vragen als ook naar de redenen daarvan. En dat zijn eigenlijk nogal verschillende dingen. Bijvoorbeeld, stel dat iemand door Parijs wandelt en ineens zijn hand opsteekt en zijn partner loopt naast hem en die vraagt: waarom doe je dat nou, Jan? En dan zegt Jan: ja, ik steek mijn hand op omdat ik een taxi wil roepen, want ik ben een beetje moe geworden. Nou kun je je natuurlijk voorstellen dat dat hand opsteken ook verklaard wordt door hersenoorzaken aan te geven. En de vraag is: wat is nou de verhouding tussen een verklaring van handelen, zoals het hand opsteken, door redenen te geven en de verklaring door hersenoorzaken? Nou, denken sommige neurowetenschappers die alsmaar naar de hersenen kijken en verder niet al te goed nadenken, dat de verklaring door hersenoorzaken de verklaring door reden geven overbodig maakt. En dat is bijvoorbeeld de visie van de Nederlandse hoogleraar neurowetenschap in Amsterdam, Victor Lamme. Die zegt dat wat ons gedrag werkelijk verklaart, dat zijn de hersenoorzaken. En de redenen zijn eigenlijk allemaal rationalisaties, want wij weten toch helemaal niet wat er in onze hersenen allemaal gebeurt en kunnen ons handelen dus helemaal niet verklaren. En als iemand er dan naar vraagt, dan geven we een reden, maar dat is een illusie, een rationalisatie, onzin. Nou, die opvatting die kan iemand alleen maar hebben als hij een beetje te weinig filosofie heeft gestudeerd. Want de filosoof zal meteen tegenwerpen: jij schrijft een boek, Victor Lamme, en in dat boek geef je allemaal argumenten voor stellingen. Maar als al die argumenten rationalisaties zijn, zoals je zelf zegt, dan heeft de lezer geen enkele reden om die stellingen te geloven. Ik noem dit de Lamme-paradox. Met andere woorden, de gedachte dat alle redenen die wij geven voor ons handelen rationalisaties zijn, dat kan niet kloppen. En Victor Lamme heeft dan ook hierin ongelijk. Een reductie van verklaring door redenen naar verklaring door hersenoorzaken is onmogelijk om een heleboel redenen. En daar moet je wat filosofie voor studeren om dat allemaal te snappen. Maar dat reductionisme is uitgesloten. Daar zijn heel veel filosofen het over eens. En dat betekent dat je verklaringen door redenen ook niet kunt vervangen door verklaringen door hersenoorzaken. De discussie over de vrije wil is zowel erg interessant als erg ingewikkeld. En we hanteren vele begrippen van vrijheid. Als iemand uit de gevangenis komt, dan is hij vrij om te doen waar hij zin in heeft. Iemand die gebonden is door een contract is niet vrij om dat te overschrijden. En dan hebben we ook nog een psychologisch vrijheidsbegrip. En dan zeggen we meestal dat iemand vrij is als hij verschillende opties heeft en als hij de kans heeft om tussen die opties te kiezen. Ik zou vrijheid in dit verband dan ook willen definiëren als het vermogen op grond van redenen je gedrag een beetje te veranderen. En dat vermogen is gradueel en het is ook specifiek voor bepaalde menselijke activiteiten. De een kan wel roken opgeven, maar het drinken niet. En de ander kan wel het drinken opgeven en het roken niet. De ene mens is veel vrijer dan de andere mens. En de ene mens is ook makkelijker beïnvloedbaar dan de andere mens. En een van de manieren waarop mensen elkaar kunnen beïnvloeden is door taalgedrag. We imiteren elkaars taalgedrag vaak. En het zou mij erg interesseren of je daar empirisch onderzoek naar kunt doen. Wat dat onderzoek precies oplevert en wat dat dan uiteindelijk voor repercussies heeft op de vraag: in hoeverre is een mens nou eigenlijk vrij in wat hij doet en in hoeverre niet.